De beste oogzorg, bij ons staat de gezondheid van uw ogen voorop. Zien en gezien worden, daar gaat het om bij Mulder Optiek. Kijk ook op mulderoptiek.nl. 450 jaar Callantsoog zou heel feestelijk gevierd worden met allerlei evenementen, waar het niet dat het coronavirus eigenlijk roet in het eten heeft gegooid. Maar er is toch iets om te vieren, want voor de kinderen van 6 tot 12 jaar werd een fotowedstrijd georganiseerd. Ze mochten een foto maken, lente in Callantsoog, en direct worden de prijswinnaars voorgesteld. Veel groter, hè? Ja. Kijk, voor jou ook zo lekker de staat. Ga je hand er ook onder? Doe zo de deksel op, hè? En ben je blij met de prijs? Ja. Ja, want het is een mooie slagroomtaart, hè? Ja. En die ga je met de hele familie opeten? Ja. En jij hebt de tweede prijs gewonnen? Ja. En wat voor foto heb jij gemaakt? Van tulpen in de tulpenwei. Van een echt tulpenveld? Ja, met allemaal tulpen. In Callantsoog? In Callantsoog. En waarom heb je voor een tulp gekozen? Nou, omdat ik dat in de lente het thema vond passen. Want ze bloeien in de lente. En jij hebt meegedaan met de fotowedstrijd. Fotografeer je vaker? Nou, niet echt. Nee. Ik vind het wel leuk om te doen, maar ik doe het niet echt. Hou je van slagroomtaart? Ja. Ga je hem ook met de hele familie opeten? Ja. Jullie hadden een fotowedstrijd voor kinderen ingelast. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ja. Net zijn de prijzen uitgereikt. Klopt. Hele kleine kinderen bij, hè? Ja, dat is het leuke. Goed, daar doe je het ook voor. Het is niet alleen voor de groters, het is ook voor de kleine. En dat is gewoon met alles zo. Dat het voor de kansoger is die hier al jaren woont, die hier sinds kort woont of die hier op vakantie komt. Iedereen kan overal aan meedoen. En iedereen is ook gewoon een deeltje Callantsoog. Ja, het thema was lente Callantsoog. Ja. Wat voor foto's kwamen er binnen? De derde prijs was een jonge pasgeboren konijntjes in het hooi nog. De tweede prijs dat was een tulp in een goede close-up gemaakt en gewoon een scherpe foto. De eerste prijs dat was een bij op een magriet. Ja, gewoon met een hele leuke foto, hele mooie foto. En gewoon super gemaakt. Nou ja, de prijs viel natuurlijk ook in de smaak met recht, hè? Ja, je kan natuurlijk wel een cadeaubon geven of een vlag. Maar ja, dat vinden ze natuurlijk kinderen zeker niet leuk. En een taart is gewoon natuurlijk altijd lekker. En dat wil iedereen wel hebben. Dat, als ze hem hier achtergelaten hadden, had ik er zelf al op gegeten, hoor. Geen probleem. Nou, jullie hebben de bakker aan de overkant zitten, dus... Ja, die heeft dan een klein beetje ook daaraan meegewerkt. Die heeft het printje erop gezet. Zodat je gewoon echt wel iets hebt wat bij ons 450-jarig vieren bij past natuurlijk. Nou, er stonden natuurlijk nog veel meer evenementen op het programma. En misschien dat daar nog wel in de toekomst een mogelijkheid voor is. Natuurlijk, de draaiboeken liggen er. We kunnen zodra dus dingen vrijgegeven worden, kunnen we de draaiboek van de plank pakken. En dan gaan we aan de slag om alles toch te organiseren. Dat zal heel veel volgend voorjaar worden. Nou ja, goed, Allerheilige was destijds 1 november. Dus als we vanaf 1 november gaan rekenen, dan komen we er ook nog. En dan zullen er misschien een paar dingen die zullen echt komen te vervallen. Want die echt niet kunnen. Een feestavond zal een heel groot probleem worden. Nou ja, daar bedenk je dan maar weer wat nieuws op. Dat gaan we weer bedenken gewoon.